Hoi allemaal! Vandaag is weer tijd voor mijn favoriete producten van de afgelopen maand, van de maand juni. Ik hoop niet dat jullie altijd veel last hebben van achtergrondgeluiden, want mijn schoonouders zijn hier, mijn moeder is hier, Niels is hier, Sven is hier, Mintz is hier, iedereen is hier. Ik wilde al eerder filmen, maar ik was echt zo mega verkouden dat het echt voor niemand leuk was als ik dat zou doen. En het hele weekend zat vol gepland, dus ik dacht ergens tussendoor. Dus ik dacht, dan ga ik als iedereen met Niels gaat wandelen. Maar toen besloot Niels dat hij niet ging slapen. Toen had hij vervolgens dorst. Dus Niels krijgt nu de fles. Dus Niels is in ieder geval stil. Dus ik dacht, nu ga ik mijn kans, zie ik mijn kans schoon. En dan ik moet eigenlijk nog een filmpje opnemen. Dus dat hoop ik dat dat dan straks nog lukt. Maar goed, vandaag is het tijd voor mijn favorieten. Als eerste deze. Hoe kan het ook anders? Late on the bandwagon, maar de Guerlain Lingerie Depot Beauty Booster. En ik heb de kleur 02 Light. 02 gewoon 2, BB2 Light. En ik vind het sowieso fantastisch dat hij gewoon een pompsysteempje heeft waarmee je gewoon een pompje op je hand doet en dan over je gezicht. En ik heb hem nu ook op. Ik heb hem heel vaak op. Ik vind hem heel lekker ruiken. Had voor mij niet gehoeven, maar ik vind hem wel lekker ruiken. Ik had liever iets minder parfum erin gehad, maar hij ruikt lekker en hij is vooral gewoon heel fijn. Hij is best wel dekkend, maar zeker heel natuurlijk. Dus ook al wordt je gezicht redelijk flawless, ben je nog steeds ziet er heel natuurlijk uit. Hij voelt heel prettig aan, hij is helemaal niet plakkerig of nou, dat soort dingen. Hij is gewoon, blijft ook goed lang zitten. Hij is niet super glowy en zeker niet mat. Het is gewoon een heel fijn product. Ik heb een droge huid, ik vind hem er heel fijn. Maar ik heb hier één beetje gek rood plekje, maar dat wordt ook niet bedekt door concealer. Ik weet niet precies wat het is, maar dat is eigenlijk het enige. Verder doet hij heel goed zijn werk. Dus ik vind het echt een hele fijne. Het is een rip uit je lijf, maar het is wel een hele fijne. Ik zou zeggen, hou gewoon aanbieding in de gaten. Ik geloof niet dat dit ding ooit in de aanbieding is, maar je hebt soms wel eens van op. Weet je al, op elke foundation 20% korting of zo. En dan kan je ervoor gaan. Maar dus deze, de Guerlain Lingerie Depot. Een hele leuke aanwinst van mij uit Milaan. Ik kocht deze bij de Sephora. Ik heb nog nooit zoiets in Nederland gezien. Maar goed, wellicht hebben ze het wel ergens. Dit is een soort sponsje met een zuignapje aan de onderkant. En ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het zijn allemaal kleine haartjes. En hier is gewoon een beetje ribbeltjes. Maar wat je doet is, je maakt je gezicht nat, je houdt hem zo tussen je vingers. Je maakt je gezicht nat, doet een heel klein beetje face wash erop en dan ga je gewoon zo in ronddraaiende beweging over je gezicht heen. Ik vind het fantastisch. Ik gebruik, zoals jullie weten, altijd de Clarisonic al heel wat jaartjes. Vind ik super fijn om gezicht te reinigen. Maar goed, ik ben ook wel eens lui en dan heb ik geen zin om een enorme sessie met de Clarisonic te doen. Ik doe het altijd 's ochtends Clarisonic onder de douche. Maar 's avonds wil ik nog wel eens verzaken. Maar dan deed ik voorheen deed ik gewoon een beetje splash splash met zeep. Maar tegenwoordig doe ik het met deze. En tegenwoordig gebruik ik deze gewoon elke avond. Eerst haal ik mijn make-up eraf met make-up remover, micellair water, dat soort dingen. En dan doe ik dus een klein beetje van mijn Estée Lauder Perfectly Clean hierop. Maak mijn gezicht nat en dan ga ik dus in ronddraaiende beweging. En het voelt echt als een soort massage. Je gezicht wordt heel mooi door gereinigd. Het voelt daarna heel fijn aan. En ik vind het gewoon een fantastisch ding. Het was echt nog geen 5 euro. En ik vind het echt fantastisch. Ik weet niet, mochten we zoiets hebben in Nederland. Laat het vooral even weten hieronder in de comments. Want dat zou fantastisch zijn. En anders mocht je een keer bij een Sephora zijn. Het is heel goedkoop. Het is gewoon een rubber dingetje. Maar het is echt fantastisch. Ook in Milaan kocht ik de Kiko Sculpting Touch. Als het goed is, dit is gewoon Kiko, hebben ze ook in Nederland. Alleen ik kon deze bij ons hier in Utrecht in ieder geval niet vinden. Maar misschien heb ik verkeerd gekeken, maar ik heb echt wel vrij goed gezocht. Dit is een Creamy Contour Stick. En dat houdt in dat het gewoon een bruine stick is. En ik gebruik hem elke dag na mijn BB Cream Foundation, wat ik dan ook draag. Doe ik een klein beetje hier, twee streepjes zetten en een klein beetje hier. Smeer ik uit en dat is eigenlijk dan genoeg. Dan poeder ik mijn gezicht af en daarna ga ik aan de haal met bronzer. Maar ik vind het echt heel fijn spul. Ook als ik bijvoorbeeld naar de sportschool ga, maar een beetje puffy gezicht heb, dan doe ik even zo tjoek tjoek. En dan denk ik, nou zo, dan kunnen we gaan. Weet je wat je hebt? En ik denk dat het ook gewoon heel fijn is in de zomer als je gewoon een dagje niet zoveel make-up of wil misschien alleen maar een beetje BB. Dan doe ik normaal een beetje BB en een beetje crème blush. En nu gebruik ik dan ook een beetje van deze. Ik vind hem heel fijn. Ik heb de kleur 200, denk ik.
Ja, het is gewoon een fijne, het is een mooie beetje taupekleur. Er zit absoluut geen oranje in. Het is een hele natuurlijke kleur om mee te contouren. Ga ik meteen door met het volgende van de Kiko. Deze zag je ook al in mijn Milaan shopblog. Net zoals een aantal van de andere producten. En dit is mijn door mezelf samengestelde Kiko oogschaduwpaletje. Nou ga ik natuurlijk heel erg balen, want dan heb ik natuurlijk niet bedacht welke, hoe die oogschaduw ook weer heet. Ik ga even kijken of ik het eronder kan zien. Ik denk dat dit nummer 16 is. Kijk, het is dus een systeempje met allemaal lege plekjes. En daar doe je dan oogschaduwdoosjes in. Dit is nummer 16. Dit is een high pigment. Ze zijn allemaal high pigments. Ik zal even alle nummers noemen. Nummertje 16. Nummertje 5. Hoop ik hoor. Ik hoop dat dat klopt. Ik denk het wel. En nummer 46. Het zijn dus allemaal high pigments. Je kunt ze nat en droog gebruiken. Ze zitten dus vast met magneetjes. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben ze heel mooi pigment. Ik heb ze nu ook allemaal op. Ik vind het echt hele mooie oogschaduws. Twee glanzende en één matte. De matte gebruik ik in mijn arcadeboog en de glanzende over mijn beweegd ooglid. De lichtste kleur gebruik ik als highlighter. Ik vind het echt hele fijne, zachte, bijna een beetje crème textuurachtige oogschaduws. Die heel makkelijk werken, heel fijn blenden. Soms doe ik bijvoorbeeld alleen maar de glanzende kleur gewoon even op mijn bewegend ooglid. Voor gewoon een kleine touch. Soms doe ik juist alleen maar de matte. Ik vind het heel mooi. Ik vind het gewoon hele mooie kleuren. Een beetje mauve, taupe. Je ziet het. Nou ja, zo heb ik ze op. Ik heb dit al de hele dag op. Het is al laat op de dag. Ik vind het echt hele fijne oogschaduws. En je kunt dus gewoon elk paletje zelf samenstellen. Je kunt gewoon drie oogschaduws. Volgens mij heb je ook wel andere maten doosje. Ik vind trouwens het doosje. Ze zeggen, ja, het is een handig klein doosje. Nou, ik vind het echt geen handig klein doosje. Het doosje op zich prima. Maar om nou te zeggen dat het nou een heel slank modelletje is. Nee, dat had voor mij wel iets beter gemogen. Maar de inhoud, daar gaat het om. Tweede high-end product van mijn verzamelingetje van favorieten van vandaag is deze. En deze stond al een tijdje op mijn verlanglijstje, maar ik dacht, oké, Karine, dit is een nagellak. Moet je daar nou zoveel geld aan uitgeven? Het is een Chanel lakje, hij is iets van 20, 25 euro. Beetje belachelijk voor een lakje. Is het waard? Ik weet het niet. Voor mij wel. Want ik vind de kleur echt fantastisch. En ik draag hem echt heel vaak. Ik heb hem nu ook op. Hij lijkt heel erg op mijn favoriete budget nagellak. Die van L'Oréal de Doutzens Nude. Alleen deze is blendt iets meer weg met je handen. Dus iets minder opvallend. Iets chiquer. Iets meer topig, mauvig dan die andere, die is net iets rozer. Ik vind het zo'n mooie kleur. Het ziet er zo chic uit. Hij blijft goed zitten. Echt een toplakje. De verpakking vind ik prachtig. Super stijlvol. En zal ik ook nog even vertellen hoe die heet. Dat is misschien ook wel leuk. Dit is de Chanel in 504 Organdi. Fantastische kleur. Nog een nagellakje. Hele andere kleur. Ik kende dit merk nog niet. Dit is van Lily Lolo. Ik kreeg dit opgestuurd. Ik kreeg drie kleuren opgestuurd. De review staat al online op Blondie Beauty Fashion. Die is afgelopen zondag online gekomen. Zeg ik dat goed? Ja, denk het wel. Ik mocht één kleurtje uitkiezen. En dan kreeg ik er nog twee bij. Het zijn in totaal 6 kleuren. Ik koos een ander kleurtje. Soft Coral. Maar Carnival is eigenlijk mijn favoriet. En dat is deze hysterische fuchsia roze kleur. Maar hij knalt echt zo lekker van je nagels af. Het is echt zo'n hele lekkere zomerse kleur. Dat je denkt van, oh, in de zon, bruine handen. Ja, welke zon, die vraagt je af. Maar in ieder geval, je snapt mijn feeling. Daarbij vind ik het leuk. Want dit merk is namelijk, of tenminste deze nagellakjes, zijn vrij van allemaal schadelijke chemische stoffen. En dat vind ik wel heel super. Want dat had ik nog nooit eerder gehoord dat ze dat deden. Het is een make-up merk met allemaal minerale make-up. Ik ken het niet, Lily Lolo. Ik zag het laatst ineens ook op een site waar ik aan het shoppen was. Dus het bestond blijkbaar al wel. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik vind de verpakking ook heel mooi en chic met een matte dop. En het logootje vind ik leuk. Het zijn allemaal hartjes in elkaar. En het maakt een soort klavertje 4-achtig iets. Ik weet het niet. Ik vind het leuk.
Wordt heel vrolijk van. Dus deze, Lili Lolo in Carnival. En als laatste een gouden ouwe eigenlijk. Eentje die ik heb herontdekt. Heb ik ook nu op, verrassend. Dit is de Revolution, het Ultra Blush Palet. Nou ja, Revolution Make-up heeft allerlei leuke dupes. Waar dit een dupe van is, zou ik niet weten. Maar het is een heel fijn blush palet met allemaal mooie kleurtjes. Wat ik heel graag doe is gewoon mijn kwast hier door dit vierkantje heen swirlen en dan gewoon op mijn gezicht doen. Mijn favoriete kleuren zijn dan ook deze, deze en deze. Maar ook deze vind ik heel mooi. Deze gebruik ik eigenlijk bijna nooit. En deze gebruik ik niet zo vaak. Behalve als ik dus gewoon totaal er doorheen ga. Heel fijn paletje. Ik vergeet altijd dat ik dit soort dingen heb. Want ik kijk gewoon in mijn bakje met losse blusjes. Maar zo'n blushpalet is wel heel handig. Dus deze van Make-up Revolution. En natuurlijk super budget. Ik weet niet meer wat ik hiervoor betaalde. Maar het is voor 8 blusjes een hele goede prijs. En de meeste zijn mat. Een aantal zijn wat glanzender. Ik zal het nog even laten zien. Het zijn wat kleurtjes. En dat is het. Dat zijn mijn favorieten van de afgelopen maand, van de maand juni. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete producten zijn, waren van de afgelopen maand, waren. Want als jullie dit zien is het al juli. Want het is namelijk nu al juli, als ik het opneem. Goed, mijn haar wil niet. Dat mag de pret niet drukken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Dus maar parfum. Dit is de Lancôme La Vie est Belle. Mijn favoriete, of dit is Sven's favoriete parfum en mijn een